520 Katwijkse kinderen groeien op in bijstandsgezin. Eurovision in financiële problemen. En je wilt een nieuwe schakelhal, maar je krijgt een eeuwenoud skelet. Welkom bij RTW Magazine. Vorige week werd bekend dat het Rijnsburgse bedrijf Eurovision in grote financiële problemen zit en uitstel van betaling heeft aangevraagd. Het ontwerp- en decoratiebedrijf ontwikkelt concepten voor attractieparken in heel de wereld. Bij Eurovision werken 80 medewerkers. Eurovision is in de problemen gekomen na een geschil met de hoofdaannemer die Wildlands Adventure Zoo in Dierenpark Emmen moest realiseren, Volker Wessels. Dit bouwconcern laat op verzoek van RTV Katwijk weten: dat deze situatie nu ontstaat bij een van onze onderaannemers vinden we zeer vervelend. We hebben ons aan alle met Eurovision gemaakte afspraken gehouden. We willen en kunnen de problemen van een ander natuurlijk niet afwentelen op het project. We zorgen dat de resterende werkzaamheden gewoon worden afgerond. Wethouder Willem van Duin heeft na de raadsvergadering van afgelopen donderdag contact opgenomen met Eurovision met de vraag of de gemeente iets kan doen. Eigenaar van Eurovision, Jan Maarten de Raad, heeft gevraagd voor een signaal voor doorstart richting de bewindvoerder. Wil je een nieuwe schakelhal bouwen? Stuit je op een eeuwenoud Romeins skelet. Mogelijk gaat het zelfs om de restanten van een complete Romeinse nederzetting. Dus voordat energiebedrijf Liander verder mag graven, wil gemeente Katwijk eerst de onderste steen boven hebben. Letterlijk. Nederland maakte 2000 jaar geleden deel uit van het Romeinse Rijk en de limes, de noordgrens van hun imperium, liep dwars door Katwijk. Dus na een verkennend veldonderzoek zijn archeologen aan de slag gegaan om alle sporen bloot te leggen. Inmiddels zijn er al vele aardewerkfragmenten, dakpannen, botten, sieraden en stenen uit de Romeinse tijd boven aarde gekomen. Mogelijk heeft Liander voor de nieuwe schakelhal precies de plek uitgekozen waar 2000 jaar geleden een Romeinse nederzetting heeft gestaan. Dat betekent dat het hele terrein moet worden omgewoeld. De bouw mag dan veel vertraging oplopen. We hebben in ieder geval weer iets geleerd over ons dorp in lang vervlogen tijden. 520 kinderen in Katwijk groeiden vorig jaar op in een bijstandsgezin. Dat is te zien op de website van het RTL Nieuws op basis van cijfers van het CBS. 520 kinderen, dat komt neer op 3,5%. Daarmee ligt gemeente Katwijk ver onder het landelijk gemiddelde van 6,5%. Ook in de omliggende gemeenten groeien relatief weinig kinderen in bijstandsgezinnen op. De cijfers van Oegstgeest, Noordwijk, Wassenaar en Teylingen liggen alle ver onder het landelijk gemiddelde. Behalve in Leiden, daar gaat het om 8% van de kinderen. In totaal groeide in 2014 in Nederland 200.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Dus we hebben een bijdrage van €200 voor maatschappelijk mee te kunnen doen. We hebben een jeugdsportfonds. Dat zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen, dat die een bijdrage krijgen. En dat wordt geregeld door de sportclubs. Die moeten dat aanvragen. Dus je moet eigenlijk bij een sportclub zijn en die gaan het aanvragen. En er is dan een speciale beoordelingskader. En dan wordt uiteindelijk de contributie in ieder geval betaald. Waardoor mensen op die manier mee kunnen doen. Voor die gevallen geven wij dus vanuit de bijzondere bijstand een computer. Dus maar wij hebben een ruimhartig beleid. En dat komt omdat onze gemeenteraad ook daarvan overtuigd is dat het heel belangrijk is dat iedereen meedoet. Of dat nou maar een uur in de week is, dat kan dus van alles zijn, hè? Vrijwilligerswerk, maar ook gewoon een bijdrage leveren in je eigen buurt. Op allerlei manieren willen wij graag mensen stimuleren om mee te doen, want dat is de meest mooie manier om gemeenschap te zijn. Het welzijnskwartier neemt vanaf 1 januari tijdelijk het beheren van het gebouw Tripodia op zich. Tot 1 juli 2017 kunnen de huidige huurders gebruik maken van het Katwijkse Zalencentrum. De Stichting Centrale Accommodatie Katwijk, het SCAK, gaf eerder dit jaar aan dat zij gingen stoppen met de exploitatie van het gebouw Tripodia. Daardoor wordt het gebouw vanaf eind dit jaar eigendom van de gemeente. Er moest een oplossing worden gezocht voor de huidige huurders van het pand, zodat die niet van de een op de andere dag op straat kwamen te staan. Daarom is tijdelijk beheer van het gebouw nodig.
Maar stichting Rock for Life, die al jaren succesvolle muziekavonden in Tripodia organiseert, laat het er niet bij zitten. Volgens hen is er zonder Tripodia in Katwijk geen enkel podium meer voor cultureel aanbod. Ze zijn een petitie gestart voor het behoud van Tripodia in zijn huidige vorm. De petitie is inmiddels ruim 1000 keer ondertekend en wordt 17 december aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Alle politieke partijen kunnen zich vinden in het bestemmingsplan van het nieuw te bouwen zwembad. Dat bleek tijdens de oordeelsvormende sessie in de laatste gemeenteraadsvergadering. Daarnaast vonden de meeste partijen dat het maximale was gedaan om de omwonenden tegemoet te komen. Dat men met de eigenaar van Snackbar Het Verschil niet tot een oplossing is gekomen, is te betreuren. Voor de snackbar is er op de huidige locatie geen plaats meer en dus is de huur opgezegd. Volgens wethouder Van Duin is alles geprobeerd om er met elkaar uit te komen, echter zonder resultaat. Deze zaak is nu in handen van de rechter gesteld, die op 6 januari uitspraak zal doen. Over 2 weken zal de besluitvorming plaatsvinden van het bestemmingsplan, maar dit zal niet meer dan een hamerstuk betreffen. En tot zover RTV Magazine. Zaterdag kunt u weer luisteren naar RTV Magazine op de radio. En voor meer lokaal nieuws gaat u naar rtvkatwijk.nl. Volgende week is er weer een nieuw RTV Magazine. Heel graag tot dan. Fijne dag.